Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Het is weer maandag en dat betekent een gloednieuwe voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. Met vandaag in de opstelling natuurlijk René Wagelaar. René. Hey Ed, goedemorgen. En vriend van de show, Jurie Mulder. Jurie, dank je. Hoe is het? Goed. 1-6 verloren met jouw Schalke. Voor de goede orde. Ja, nou moet even. Beginnen. We hebben voor de volgers van FC Twente en Schalke, dat zijn er nogal wat. De broederclubs was het een slecht weekend. Maar jij als zeg maar de technische man in de afziensraad van Schalke 04, doet dat je veel? 1-6 verliezen van Union Berlin? Ik kon zelf niet naar die wedstrijd. Ik moest iets anders doen. En toen op een gegeven moment was het 1-0 achter. Na 5 minuten al. Ik denk, oh, weet je wel. Maar toen 1-1. Denk ja, nou, ja. Dat gaf de burger moed. Tuurlijk. En, maar ja, vlak voor rust 2-1, 3-1, het was wel. Toen dacht ik, oh shit, dat gaat... Geraldo Becker. Shit, mag ik dat wel zeggen hier? Altijd. Ja, fucking, mag dat ook? Ja, fucking vooral. Jazeker. Maar is Schalke normaal gesproken een ploeg die erin kan blijven? Vrij makkelijk, maar een beetje... Nou, normaal gesproken niet. Want de vorige keer dat we in de Bundesliga zaten, vlogen we eruit. Ja, en dat was nee, natuurlijk. Nee, maar je bedoelt met dit elftal. Ja? Ja, dat is... ik denk het wordt een best een lastig seizoen. Maar ik denk wel met deze selectie zou het wel moeten kunnen. Sparta, Kelsenkirchen, zoiets. Zoiets vergelijkbaar Sparta Nederland hier. Ja. Nou ja. Maar ik vind het niet echt een goede vergelijking. Nee, maar qua plaats, qua plek dat Sparta hier bij de onderste 5 gaat spelen. Ja, maar kijk, wij zitten wel qua budget bij de onderste clubs. Van die league. En dat je hebt nog te maken met het oplossen van problemen uit het verleden. Ja, een beetje. Waardoor je niet de allerbeste speler. Wij kunnen niet even zo 10 miljoen neerleggen om een speler te halen. Nee, dat gaat niet. Nee. Dus ja, dat moet al met huur. Dingen, zeg maar waar het FC Twente een aantal jaren geleden in zat. Maar nou is het zo dat, ik bedoel, het is helemaal geen ramp om met 2 uit 4 te starten als Schalke. Je wilt natuurlijk beter, dat is duidelijk, volle bak weer thuis van de week. Alleen 1-6, dat is wat anders dan 1-3. Dat is wel ontnuchterend. Klopt. Is er dan toch, dat is een volksclub, mensen in het bestuur die hebben misschien, die kijken naar die uitslag en die denken, is het dan gelijk toch een beetje crisis? Moet jij opdraven in videocalls? Nee, dat niet. Nou, wat je nu wel een beetje hebt, is de laatste week van de transfermarkt. Daar ligt nu de focus op. Gaat er nog wat? En er gaat misschien nog wat en er komt misschien nog wat. En dat is te hopen, want er zijn natuurlijk ook wat spelers die nog... Waar we vanaf, weet iedereen bijvoorbeeld, die Harit... Dat is nog wel iets, daar zit misschien een transfer aan. Grootverdiener. Ja, dat is nog standaard een... Standaard in Duitsland, toch? Een grootverdieners bedoel je. Ja. Wie is in Duitsland verdien je salaris? Man. Ja, dat kan FC Twente. Dan FC Twente niet aan tippen. Twente speelt eerst in een toch heroïsche wedstrijd 0-0 tegen Fiorentina. Die was mooi, ja. En vervolgens wordt het 1-0 voor Volendam op de dijk. Wie had dat ooit kunnen bevroeden? Is er dan toch een correlatie, om maar even zo te zeggen... René, tussen die twee wedstrijden, dat je toch de frisheid mist, of mag dat nooit? Ze hadden de helft omgewisseld, leek het wel. Want in Fiorentina ging die eerste helft, dat leek helemaal nergens op. De tweede vond ik het aardig goed. Deze, de eerste in Volendam, die moeten ze beslissen eigenlijk. Met rust moet het al toch wel 0-2 staan, op zijn minst. Na 5 minuten al. En we krijgen de tweede helft. Ah, man, vreselijk. Qua duelkracht, qua alles. Ze lieten alles lopen eigenlijk, zo leek het. Het was zo slap, het was zo... Ja, ze werden helemaal overrompeld. Heb jij dat wel eens gehad, Jurie? Vroeger 2 wedstrijden achter elkaar, van donderdag op zondag. En dan toch, ofschoon niemand het veld instapt met de gedachte van... We willen niet winnen, dat is duidelijk. Iedereen wil winnen. Maar dat het dan simpelweg door de frisheid niet kan. Of mentale weerbaarheid, of wat is maar het? Maar vaak is het dan zo dat je de eerste helft wat moeite hebt. McLaren die zei altijd in die wedstrijden na Europees voetbal... Ja. Use the first half to get into the second. Hè? Ja. Je hebt dan een beetje dikke benen. Er zit nog wat vermoeidheid in van een wedstrijd van 2-3 dagen daarvoor. Spelers van Twente zijn dat ook niet gewend. Bij Real Madrid zijn ze het gewend. Ja. En dan kom je moeilijk op gang en zo. En dan is vaak de tweede helft, als je dan uit de kleedkamer komt, gaat het wat beter.
Daarom was het wel opvallend. Ik vond ze heel goed beginnen. Ja, prima. En, alleen ze moeten scoren. Ja. Kijk, Van Wolfswinkel krijgt na 5 minuten al 2 grote kansen. Ja. En die groene vloerbedekking helpt ook niet. Nee, maar daar moet je helemaal niet naar kijken. Want dan heeft de tegenstander ook. Maar daarom begonnen ze juist. De keeper was goed, hè, van Volendam ook. En onderschat natuurlijk ook. Beide kanten. Ja, beide kanten. Stankovic, wat goed zeg. Ja. Maar raar, hè? Het is toch iets. Maar waarom wisselt hij ook weer? Dan begint hij weer, gaat hij de 2 buitenspelers er weer afhalen? Gaat hij weer met 2 andere? Of dat pijntjes zijn of wat het is? Gaat hij het ook weer omgooien voorin? Hè? Of de luxe dat je zoveel aardige spelers hebt? Ja, dat zal met rust te maken hebben, denk ik toch. Ja. Dat hij de frisse jongens. Maar ze kwamen erin, die 2, alsof ze te veel rust hadden gehad. Ja. Want dat leek nergens op. En dat vond ik ergens wel. Die vond ik wel slecht. Ja, die waren slecht. Oh. Die waren niet goed. Die kwamen er niet goed in. En die kreeg ook kritiek, hè, van de medespeler na de wedstrijd. Ja. Maar iedereen is boos, hè? Iedereen is boos. Omdat de standaard van Twente impliceert niet dat je tegen een ploeg als Volendam überhaupt nog punten moet laten liggen. Dat zag je op de eerste helft, dat mag niet gebeuren. Nee. Daar moet je van winnen. Ja. Dat is een matige ploegman. En er komt dan iets over die ploeg op de een of andere manier van, ach, dat gaat toch wel. Nou ja, er komt toch wel een goal. Kijk, het kan ook zijn dat je de eerste helft, het gaat eigenlijk zo makkelijk, alleen je scoort goed. Ja. Dan krijg je een beetje op 2 gedachten. Je wordt aan de ene kant een beetje angstig misschien dat je dan, dat je denkt van, hé, we waren zo goed, we hebben niet gescoord. En sommigen worden misschien ook makkelijk van, nou ja, het gaat zo makkelijk, het komt wel goed. Ja. Dat is het volgens mij. Het was gewoon geen elftal of geen team met 1 gedachte. Daar leek het een beetje op. Kijk eens, goed. Die zitten er wel tussen altijd, hoor, dat soort wedstrijden. Ja, het zijn geen machines, hè? Nee, dat voetballers. Ajax van Juventus vroeger. En dan gingen ze zondagsmiddags daarna, dan hadden ze 3-0 gewonnen, daar weet ik veel, 0-3. En dan gingen ze naar Dordrecht uit, dan werd 2-0 in. Ja. Voor Dordrecht om aan te Wanneer was dat dan? Wacht even. Ja. Wacht even. Namen en rugnummer. 7 april 1974. Ja. Ik heb die bij me. En wie scoorde dat toen voor Dordrecht? Tommy Krommendijk. Nee, dat was aan de Krommendijk. Dat weet ik toch niet, man. Maar dat gebeurde. Ja. Dat gebeurde toch. Vroeger. Ja, ja. Ajax deed Feyenoord. Dan moeten ze de knop omzetten. En dan moet, Nee, helemaal waar. Je kijkt me nou aan. Net als je in de Keulen ziet donderen of in de Kelsenkirchen. Maar ja. Maar dat is toch. Ik hoor het je zeggen. Dus Twente, die heeft zo goed gespeeld. En die hebben even teleurgesteld. Dat kan een keer. Het was wel goed, hè, woensdag of donderdag. Ja, ze waren echt goed. Genoten. Echt jammer. Ja, ik heb echt genoten. Ja. En dat is dan, en dan kijk dan gelijk weer terug naar de week ervoor. Hoe ze die daar begonnen. Die eerste helft. Oh. Dat was wel jammer. Voetbal blijft apart. En nu zat er wel urgentie maar in. Maar wat was dat dan vorige week? Hebben we een verkeerde manier? Of waren ze, onder indruk? Geïmponeerd. Ik denk het wel op de een of andere. En gelijk een tegendoelpunt. Hij valt er gelijk in. Ja, en dan word je toch ook waarschijnlijk toch wel een beetje door elkaar geschud. Ja, en natuurlijk, dat zijn echt mologgen van spelers. Dat verschil zag je wel. Hè? Ja, in lichaamskracht. Ja. Althans in omvang. Ja, dus ze moeten meer het krachtruimte in, die van ons. Ja. Wat heb ik jou van tevoren gezegd? Ik heb gezegd, je hebt creatine bijvoorbeeld, dat ken jij waarschijnlijk. Maar dat kan. Dat je hebt creativiteit en creatine. Ja. Jij wil ze gelijk aan de doping hebben. Nee, dat is geen doping. Ja, echt niet. Maar wel een middel waardoor dat spiermassa dan krijgen. Ja, spiermassa. Maar je kunt er gewoon. Dat been van die linksback van Fiorentina was net zo breed dan het bovenlichaam van Flap. Ja, maar je kunt toch. Ja, dat klopt. No. Maar je kunt toch een beetje meer oefenen, een beetje meer trainen of zo. Ja. Maar dat doen ze in Nederland. Op een of andere manier is het fysiek hier. Goh, wat een beeste, joh. Die voorin, die nummer 9 van Fiorentina. Cito? Nee, joh. Je hebt González, je hebt Sotil. Je hebt daar Jovic, die komt er dan zo nog maar even in. En ze hebben gisteren tegen Napoli 0-0 gespeeld. Dus het is natuurlijk ook geen. Het is geen schande. Nee, natuurlijk niet. Geen schande. Twente heeft pech gehad met de loting. En misschien, nu geen Europees, kun je ook alles op de competitie weer gooien. Concurrent AZ zal natuurlijk de komende weken wel in Europees verband actief zijn. Hoewel zij een vrij makkelijke groep hebben gelood. Maar hoe dan ook. We hebben een prijsvraag weer. Dat is even niet aan de orde geweest volgende week. Maar we hebben er weer een. Want op 26 november dan doe ik een theatercollege in het Wilming Theater in Enschede, Juri. En dan doen we de EK 1988 gaan we herbeleven. Met Wim Kief, met Barry van Aarle. En met Arnold Muren, ex-FC Twente. De man van de voorzet op Van Basten in de finale. En daar hebben we 2 vrijkaarten voor in petto. Gaan we naartoe. René. Ik denk dat Wim Kieft het heel leuk vindt als je over die goal van over die kopbal. Die kopbal van tegen Ierland. Ja, hij moet er toch wel weer aan geloven. Ja. Zelfs in Enschede dan. Ja, goed. Ja. Maar mooie show. We gaan het herbeleven met beelden, met verhalen en met reliquieën. 2 kaarten.
twee kaarten. En wat kunnen de mensen dan doen? Of wat moeten ze doen? Ze moeten weer even op Instagram. Ze moeten abonneer worden en dan liken. Dus abonneren op YouTube Voetbaltijd kost niks. Het is belangrijk. Sommige mensen denken altijd... En dan krijgen ze een kaart. En dan hebben ze kans. Marjolein, onze secretaris, dat blonde meisje, die ken je wel. En die gaat dan trekken. zeg je nou? Ja, dan is het zo'n onorthodoxe uiting. Hè? Die gaat dat trekken uit het namen. En dan komen daar twee namen uit tevoorschijn. Ja. Die dan, En als iemand niet dubbelzinnig is, dan is hij het wel. Nee, maar ik zit niet in. En dan heb je die kaarten. Een Italiaanse verspreking. Ja, en dan heb je die kaarten. Ja, duidelijk. FC Twente dus. Dat is geen Ziggo hier, Juri. Of VTBL. Rondo. Oh, Rondo. Ja, Ziggo heet dat. Ziggo toch? Ziggo Sport, jazeker. Ja. Ik ben van Ziggo Sport, van Rondo. Ja. Dat gaat goed, hè? Met de kijkcijfers, goed. Hè? Ja. VTBL, dat was heel snel. Ik kijk niet zo naar die kijkcijfers. Alleen... Van ons? Alleen elke, zeg maar, ochtends de dag daarna direct. Toch wel echt. Ochtends als je wakker wordt. Nee, dat is wel een beetje zo. Ik ken jou, Juri, dat doe je niet. Jawel. Nee. Tuurlijk wel. Je bent toch ook... Serieus? Kijken. Ook in deze tijd nog? Kijk, of juist in deze tijd? Ik was zelf ook niet zo... Als voetballer keek je altijd naar in de VI. Cijfers. De cijfer, ja, tuurlijk. Dat lijkt me wel. Die gozer was schieter die die cijfer had gegeven. En al die voetballers, daar kijk ik niet naar. Nee. Trek ik me niks van. Ja, precies. Nou, echt wel. Precies. Ja. Ja. Dus kijkcijfers, dat is belangrijk. Zeker. Ja. Maar het is straf, VTBL. VTBL is al gesneuveld. Jammer. Theo Jansen dus. Maar goed, Theo, die komt zo weer aan de bak, toch? Wat Theo denk jij? Is hartstikke goed. Ja, tuurlijk. Theo is goed. Nee, dus die... Tuurlijk. En jullie richten je met Rondo natuurlijk, en dat is misschien wel een eigen niche, zeg maar. Je richt je op het buitenlandse voetbal in plaats van op Excelsior. Ook, maar we spreken ook over Ajax en nou, soms FC Twente, weet ik veel. Maar we hebben ook een mooie tafel van Bas. Die zit er elke week. Ja. Ja. En die is helemaal vrij. Die zegt alles wat hij denkt. Die komt van alles uit. Mooi. Ja. Die heeft totaal geen belangen of wat dan ook. Nee. Die zegt, weet je wat dan speelt Anthony een geweldige wedstrijd en scoort, maar hij vindt eigenlijk niks. Ja, ja, dat is gewoon... Dus of is dat dwars? Ja, lekker om nee. Nou, het is niet zo dat hij het niks vindt, maar... Nee, ik zie het wel. Hij zegt echt wat hij vindt. Dat is echt mooi en Gullit ook. Dus dat is wel... over 88 gesproken, weet je wel. Dat zijn helden. Toch ook soort idolen wel van mij. Maar zo kijk ik er tegenwoordig niet meer. Nee, Gullit, die kopt die bal. Je bent nu op hetzelfde niveau gekomen. Ik ben nu op hetzelfde niveau. Bovendien ben jij veel langer analist, dus ik bedoel, daar kunnen ze van jou in leren. Dat weet ik niet hoor. Jawel. Jij bent toen bij de NOS, was jij een van de eerste die op zondag... De Adriaanse. Ja, maar zij deden dat volgens mij ook wel. Van Basten niet, denk ik. Nee, maar Gullit wel. Gullit wel, ja. Gullit in Engeland, noem maar op. Ja. Maar goed, het zijn mooie programma's om naar te kijken voor de liefhebbers van buitenlands voetbal. Jij refereert net even aan Erik ten Hag met dat fucking vorige week. Ja, mooi hè. Dat is toch niet te geloven. Ik bedoel, elke Duitse... Of elke Engelse, moet ik zeggen. Elke Engelsman die gebruikt dat in zijn normale jargon. Ja. 312 keer per dag. En hij zegt het een keer op tv. En heel Engeland in paniek. Nou, althans, niet Engeland, maar de presentator. Ja, de presentator. Maar het mooie is dat hij eigenlijk een soort ijs gebroken had. En hij is er gigantisch populair door geworden. Ja. Terwijl elke... persvoorlichter zou zeggen, je moet twee dingen niet zeggen, shit en fucking. Ja. Niet doen, want dan, terwijl hij had moeten zeggen van, zeg een keer fucking, jouw telefoon gaat. Ja, ik eigenlijk eerst Erik daarna. Had zomaar gekund, ja. Niet doen, niet noemen. Dus dat heeft hem goed geholpen. Ja. Omdat hij iets... Beetje de schroom van hem af. Ja. Ja, daar staat iemand die zegt wat op zijn... hart op de tong, dat een beetje. Gaan we hem Erik fucking ten Hag noemen? Erik fucking ten Hag. Ten Wag, zeg ik van de week. Hij redt het wel weer daar. Ja, dat denk ik wel. Ja, hij redt het wel weer. Ja, hij gaat dat weer redden. Hij heeft de poppetjes. Voetbal in Manchester is religie. Voetbal in Gelsenkirchen is religie. In Enschede ook. En daarover gesproken, we hebben een sponsor. We gaan zo even een filmpje kijken. Voetballiefde gaat verder dan het leven zelf vaak. Vredehof, uitvaartverzekering van Pedro Zwier. Daar ben ik met Ronnie naartoe geweest. Onze cameraman. Ja. En het is een leuke reportage geworden. Ja, laat me eerst even gaan kijken. Ja. Het bijzondere van deze plek op het gedenkpark de Westerbegraafplaats in Enschede is dat we niet alleen onder de rook van het stadion staan, maar dat we ook juist hier een miniatuur voetbalveld hebben gecreëerd met het gras uit het stadion.
waarbij nabestaanden de as uit kunnen strooien van hun geliefde, van hun overleden persoon, of eventueel een asbus hier kunnen begraven. Twente is absoluut religie voor heel veel mensen. Zeker als je kijkt, als je samen wilt rouwen, samen een plekje wilt creëren waar je uiteindelijk ook de overleden persoon kunt gedenken. Maar als je ziet dat mensen natuurlijk in een soort processietocht ook richting het stadion lopen, het samen zijn, het samen een overwinning willen vieren, zo is het ook dat je samen dan een overledene kunt gedenken. En dan is dit natuurlijk een fantastische mooie plek. Ja, indrukwekkend verhaal. Ja, nee, ik was er nog nooit geweest. Ik kwam daaraan. Ik vond ten eerste dat witte, ja, dat huisje noem ik het eventjes, dat omgebouwd, dat prachtige locatie eigenlijk. En toen moesten we naar achteren toe. En daar zag ik, ik denk, het is net een voetbalveldje. Ja, en meestal, bewust gedaan natuurlijk. Wat ik het mooiste vind daaraan is dat het gras wat er ligt uit het stadion komt. Ja. Wat ze neer hebben gelegd. Dat vind ik altijd mooi. Omdat ik vroeger, nam ik uit een stadion, dus nam ik een plukje mee, deed ik in een zakje. En ik had de hele woonkamer vol met voetbalplaten. Alles, de Eredivisie, helemaal behang. Plafond, grond, net waar ik tussendoor kon lopen, was vrij. En overal had ik een zakje van, had ik gras meegenomen van een stadion. Elk stadion. Van elk stadion waar ik was geweest. Verzamelaar. Verzamelaar. En dit vond ik prachtig dat het uit dat stadion kwam. Ja. En dat daar mensen, dat ze daar de laatste eer krijgen. Het is belangrijk voor veel mensen. Ja. En Pedro heeft dat fantastisch opgezet met een paar mensen meer. Met Willy Perens, dacht ik, erbij. Een paar andere mensen. Top, ziet er leuk uit. Ja. Voetbal gaat heel ver, de beleving. Jury, dat heb jij ook aan de lijf ondervonden. Je hele leven al bij Schalke ook. Hebben ze bij Schalke Twente ook zoiets? Ook, bij Twente natuurlijk. Ja, volgens mij. Dat hebben ze bij Schalke ook. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, het is wel dat je het voor eeuwig... het idee dat je in de eeuwigheid... Ja, met die club verklonken bent. Precies, verbonden bent. Ja. Dat. Niet te geloven. Ik vind het wel heel bijzonder, ja. En ze hebben ook dat hek, is echt nog volgens mij van Diekman, hè? Het zijn allemaal hele... En die dugouts nog, er zitten vier man in. Er kan nu alleen de fysio, hebben al die plekken nodig, alleen de fysio's en dat. Toen totaal 4 of 5 plekjes. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja, ongelooflijk. En nu loopt er een... Oh, ik weet niet hoeveel mensen lopen erbij. Dat Fiorentina had iets van 40 man of zo. Kwamen ze hier naartoe? Ja, we hebben ook nog. Dat is allemaal veranderd. Ellende gezien vorige week natuurlijk. Maar goed, laten we daar verder niet over hebben. Nee, ik bedoel de staf, weet je wel? Ja, de begeleiding. Nee. Alleen dat al. Ja. Dat is al 40. Ja. Voetbal is meer dan alleen het wedstrijdje aan zich. Dat is al lang duidelijk in het mondiale verhaal. Heel even nog, want jij zit er vol in, Jury, hè? Want over een paar dagen is die. 1 september, dan is de deadline van de transfers. Nederland een dag eerder. Nederland een dag eerder. Ja. Maar bij Twente, er wordt links en rechts mensen zeggen natuurlijk... ja, die Oenerstaal die keept natuurlijk fantastisch. Als er een grote club is, dan gaan we hem nog even weghalen. Geloof ik niet. Nee. Oenerstaal heeft zijn plan de campagne wel gemaakt, denk ik, of niet? Dat zegt hij zelf ook niet. Alleen in gekke gevallen. Kan het toch, Twente, ik weet niet hoe zijn of hij gelimiteerd of zo. Maar ik bedoel. Nee, maar voor heel veel geld is alles te koop natuurlijk. Hè? Ja. Maar, dan zit je een beetje. Ajax doet dat niet. In Nederland. Ajax doet dat. Die heeft al 2 oudjes. PSV die heeft. Ik zou in Nederland niet weten. Nee. Feyenoord lijkt af te zien van Serouki. Of heeft afgezien van Serouki definitief. Deadline ik denk het wel. Of heeft Twente gezegd: we verkopen hem niet? Nou, dat zeggen ze sowieso wel. Ja. Alleen, dan moeten ze met heel veel geld door de bocht komen, Feyenoord. En dat, ik heb de indruk dat het geluwd is. Hè? Dat ze nu genoeg middenvelders hebben. Dat lijkt er nu wel, ja. Ze hebben het toch genoeg. Maar ze zijn Thorstra ook kwijt. Ja, dat wel. Ja. Dat wel. En als die... Ander type wel. Uisnes is die... Die is weg naar Benfica. Nou, dan hebben ze eigenlijk... Maar je hebt Kutsu, je hebt Szymanski. Ja, niet die van vroeger. Ja, die van vroeger was al goed. Weet je nog, die Duitse politie-serie, die deed toch... Ja. Staat tot. Dan heb je, dingers, Kutsu, dan heb je die andere jongen, die... Timber. Ja, en die speelt eigenlijk een beetje dezelfde... Ik denk niet dat ze nu nog komen. En het bedrag is natuurlijk, daar blijf je over stoeien. Daar kun je wel eeuwen over discussiëren. Maar wat vind jij nou van Serouki als voetballer? Goed speler. En ik hoop ook dat hij blijft bij Twente en... Ik denk ook dat ze hem misschien niet kijken of het moet echt. Maar voor dit bedrag moet je hem misschien gewoon houden. Want hij heeft een lang contract. Ja. En hij kan misschien gewoon ook nog meer waard worden. Als hij komend volgend seizoen, jaar buitenland. Ja, dan kun je hem misschien voor 15 miljoen verkopen. Ja, dat zou en dan, stel hij had 1 of 2 jaar contract nog. Ik geloof dat hij 3 heeft, 4 nog. Ja, 24 en dan een optie. Ja, dus stel hij had 1, dan moet je misschien voor zoveel geld wel wegdoen. Maar nu denk ik dan niet. Maar ja.
Het kan ook alleen maar beter worden. Maar een goede speler. Goede belangrijk. Speler. Algerijns International. Ja. Er is ook nog een vraag van een van de kijkers. Mm-hmm. En daar word je wel vaker mee geconfronteerd. Maar kun jij niet zorgen, Jury, voor samenwerking tussen de jeugdopleidingen van FC Twente, dat is dan -Heracles, en Schalke 04? In je huidige rol. Het is wel jammer hè, dat ze dat bij... Ja, die jeugdopleidingen, goed, ik ben daar nooit zo voor. Ik snap dat wel. Dat die, de koppeling. Nou, de koppeling. Alleen, ja, ik ben dan meer van FC Twente dan Heracles. Ja. En ik heb niks tegen Heracles. Ik hoop ook dat ze er gewoon weer snel weer bij komen. Maar in die jeugdopleiding, dat je, zeg maar, evenveel zeggenschap hebt over hoe of wat. Dat is wel nu een beetje nadelig voor Twente. Maar goed, ik ben dan bij Schalke. Maar ja, nee, zeker. Dat is kijk, bijvoorbeeld bij wijze van spreken oefenwedstrijden tegen elkaar spelen. Of... Hebben we gehad pas geleden. Ja, nou ja, dat was wel al heel mooi. Ja. Ik geloof volgend seizoen komt Twente dan misschien bij ons voetballen. Ja. Dat was een beetje de deal. Ja. Als je dat dan nog kan uitbouwen naar richting jeugdopleiding of... Dat je samen iets... Maar ja, de vraag is altijd... Kijk, en dat is niet voor mij, maar hoe dat dan uitgevoerd moet worden. Het is ook grensoverschrijdend, hè? Dat is ook lastig. Hoe dat praktisch dan moet, weet je wel? Want ergens is het ook zo... FC Twente of Heracles... Kijk, in Enschede heb je 25 amateurclubs... Met allemaal goede opleidingen. Ja. Daar lopen allemaal goede trainers rond. Ik kijk wel eens naar mijn neefje. Waar speelt hij? Emos. Emos, ja. Enschede Noord. En... Wat moet je in Gelsenkirchen, wat heb je daar te zoeken? Weet je wel? Maar ik denk wel dat het goed is dat je, zeg maar, als club aan de grens wedstrijden kunt spelen, die jonge jongens, tegen internationaal. Ja. Daar leer je wel heel veel van. Dus dat is denk ik wel heel goed, zowel voor bij Schalke als bij Twente of het Duits. Maar we hadden vroeger zo'n competitie. Dat noemen ze Euro nog wat, speel tegen Standaard Luik, Duitsland. Ja, dat is goed. Roda. Weet je wel. En dat was wel, dan speel je dinsdags. Ja, dat waren wel dan merk je hoe anders het voetbal weerstand. In Duitsland is. Ja. Maar jullie de Ciborra's ophalen voor Twente, dat zou wel natuurlijk wel mooi zijn. Het Schalke, als de samenwerking er zo is, dat daar een jongen is die net toen Bundesliga niet aan kan. Klopt. En die op dat moment net naar de Nederlandse die was een prima linksback. Ja. Kim Isoglu komt uit de Liga. Oenestal, ik bedoel, maar natuurlijk. Oenestal, kijk maar. Ja, maar toch is het zo dat je moet zoveel mogelijk proberen ze zelf op te leiden. Je moet je eigen opleiding. Ja, tuurlijk. En dat hebben ze hier. Eigenlijk moet het zo zijn dat jij ze opleidt, dat Schalke ze koopt, bij wijze van spreken. Juist, wat ze nu doen. Dit is het voorbeeld. Nou ja, goed, maar... Trainen zoveel jonge jongens mee bij Twente nu en die doorbreken, die kansen krijgen. Heracles halen toen huurde ook Kutucu van... Kutucu. Dat was ook een beetje, dat kwam ook... Ja, dat was het jaar dat Schalke degradeerde. Het leek ook alsof dat ze niet echt fit waren. Mm. En dan komt er eens komende spelers naar Nederland toe die... Eigenlijk geen meerwaarde hebben. Het moet wel meerwaarde hebben. Want ik had er veel meer van verwacht van die jongen bij Heracles. Ja, veel meer van verwacht. Ik Schalke, daar had hij in de basis gespeeld. Die was niet fit, hè? Nee. En dan heb je tijd nodig en loop je achter de feiten aan en is dat december. En dan spelen ze niet en dan worden ze een beetje wanhopig. Wat doe ik hier? En het voetbal is heel anders daar. Ja. Als je bijvoorbeeld Becker, Geraldo Becker bij Union. Ja. Nou, die scoorde de 2 nu tegen ons. Ja, dat was hier het... Hmm. Nou ja, oké, voetballer. Ja. Daar is het echt een ster geworden. Die heeft ook moeten leren, aanpassen. Voetbal past snel bij hem. Die snelheid en dat open soort voetbal ook in Duitsland. Dus je moet dat ook net goed voelen als net bij zo'n club komt. Als je daar verhuurd wordt of je wordt aangetrokken als jongen. Het moet ook allemaal net passen. Trainen moet je net... Ja, alles. Maar in de kern is het gewoon wel... Kijk, het zijn twee clubs die van elkaar houden. Laat het zomaar zeggen. En dat je op de een of andere manier dingen samen zou kunnen doen, dat is hartstikke mooi. Wat wij hebben, Ed. Wat jullie hebben met elkaar. En jij bent de personificatie van die twee clubs altijd geweest, hè, als het om die combinatie gaat. Maar goed, we gaan nog even de prognoses doen van de wedstrijden van komende week. En dan beginnen we met komende woensdag FC Twente tegen Excelsior. Dat is een moetje natuurlijk, helemaal naar die Zeepert in Volendam. Wat gaat dat worden, Jury? Ja, hebben we nog een beetje tijd? Want ik heb, analyse. Nee, ik moest ooit eens een analyse voor Co Adriaanse doen. Ja. En, je kunt van Excelsior? Van Excelsior. En die speelde toen thuis tegen Vitesse. Okay. En ik had de week daarvoor een analyse voor Co gemaakt van een amateurclub. Dus
weet ik veel, in Rotterdam. In Vlaardingen was dat. Ja, Vlaardingen. Voor de beker was voor de beker. Ja. En toen, maar dat Excelsior, dat was zo slecht. Die hadden, dat was ook 40 graden op dat kunstgrasveld. En Vitesse won met 4-0. Dus ik zei tegen, ik had zo'n dingetje geschreven. En dat vond Ko, vond ik mooi. Ik zei, dat heb je mooi opgeschreven. Ik zeg, maar ze zijn nog slechter dan de Vlaardingen, weet je wel. Thuis 2-0 achter, net, ik geloof Luc de Jong maakte net 2-2 nog. Dus toen werd ik wel even aangekeken. Toen kwam je na afloop in de kleedkamer en toen? Ja, nou die jongens die moesten lachen. Maar het was zo dat Cody had gezegd van, ja je moet dat niet zeggen hè, tegen die spelers. Nee. Want dat ze slechter zijn. Nee, zei hij. Maar hij noemde het toen in zijn voorbespreking. Oh. En Jury die zei, ze zijn nog slechter, dus vlak voor de wedstrijd. Oh. Ja, dat is mooi. Ja, dan gaat die mentale weerbaarheid een stukje naar beneden. Kennen. Nou ja, die jongens dachten van, ja, weet Makkie. Je wel. En tegen dat Vlaardingen. Als jij dat zegt. Met 8-1 of zo. Ja, klopt. Ja. Uit, ja. Die gingen die wedstrijd in en dachten, nou. Ja, nou dat was... Maar dat wordt het niet, woensdag. Ja. Nee. Wat gaat het dan nu wel worden? 2-2? Nee. Nee. Nee, ik denk niet. Ik denk 4-1. 4-1. Okay. 3-0. Wat denk jij? 3-0? 3-0, ja. Ik bedoel, ze hebben wat goed te maken. Excelsior. En dan begin je met 9 uit 4. En dan heb je natuurlijk daarna thuis tegen PSV. Die pakken we ook even mee. Twente PSV, dat is zaterdag, hè? Dat is iets anders. Gaat dat worden? Oeh, dat is wel wat anders. PSV, die hebben nu eindelijk... Hè, ze hebben nu tegen Rangers hebben ze die Veerman op 10 steeds gezegd. Ja. Die heeft toen gezegd, ja, maar daar ga ik niet spelen. Ik wil op 8. Ja. Gisteren 6-1 gewonnen. Ja. Dus dat wordt wel van Excelsior. Van Excelsior. Dat wordt iets zwaarder, denk ik, voor Twente. Ja. Geen de Jong. Geen de Jong in Eindhoven? Of, nee, in Enschede. Nee, Enschede. 3-1 voor Twente. 3-1? Ja. Ja, nou ja, goed. Ja. Wat denk jij? Ja, we denken maar wat. Maar ik denk 1-1. 1-1. Ik vind PSV niet zo, maar ja... Nee, maar goed. Maar goed, het is hier. Pak de draad weer op woensdag. Ja. En dan is ook ideaal. Weet je wel, goede wedstrijd tegen Excelsior. En dan door, voor. Ja, en dan door naar PSV. Ja. En dan moet je gewoon... Ja, je moet ze keihard aanpakken. Ja. De bovenop vliegen en goed voetballen. Net als Fiorentina. Er zijn twee dingen die je moet doen, meer niet. Maar dat doen ze wel tegen PSV. Ja, dat zit wel in het stadion erachter. Ja. Net als tegen wat ik zeg tegen Fiorentina, moet er zo'n Europese sfeer komen dan. Dat zijn ook topclubs. En PSV in dit soort wedstrijden, zo'n moeilijke, daar zijn ze toch een beetje bangig. Ja. Dat ja. zag je ook tegen Rangers. Twee keer zo'n beetje angsthazen gaan zo'n wedstrijd in. Terwijl je op papier meer kwaliteit hebt, denk ik. Hè? Ja, meer kwaliteit, maar totaal geen overtuiging. Nee. En dat moet jij dus als Twente wel hebben en dan win je. We gaan het zien, 3-1. Jong Ajax tegen Heracles Almelo, dat is ook volgende week. Heracles speelt heel veel op maandagen. Dat komt ook omdat dat gaan ze winnen bij Jong Ajax. In Amsterdam? Ja, in Amsterdam. Wat gaat drie keer gewonnen? Ja. Ja, de winnen. Vanavond is het zeker. Hoeveel? 1-0. 1-0. Is genoeg. Jong Heracles, Jong Ajax. Ik zeg ook 2-0 Heracles. 2-0 Heracles, ja. Tuurlijk. Ze zijn nog wel Kiel Motsoglu kwijtgeraakt aan Heart of Midlothian. Ja. Moeten ze nog snel even een vervanger halen of hoeft dat niet? Volgens mij gaan ze dat niet meer doen, wat ik begreep. Dit is het nu. Alfred Nijhuis heeft het als scout heeft het goed op orde met de trainer. Alfred weet je hoe ik erover denk. Dat is al jaren topkwaliteit. Ja. Ik heb pas nog met Nico Hoogma over gehad na de uitzending hier. Maar als je ziet dat Alfred bijvoorbeeld zei bij Twente. Saruki, toen hij nog op veld 4 apart liep met Theo de Kater rondjes. Die jongen van Wieven. Al die jongens wou die allemaal naar Heracles toe. Alfred heeft 8 van de 10 keer goed. Ja. Nou, dat is veel, hè? Ja. Nee, wij absoluut. Zitten op 1 van de 10. Dus dan weet je ongeveer de kwaliteit van dat is naar boven afgerond bij jou. Waarom ik nou weer? Nee, omdat jij zit ook vaak naast. Nou, dat weet ik niet. Is dat zo? Ja, jij zit er ook vaak. Tenminste, noem ik bedoel met voetbal. Ja, oké. Okay, jij zit er vaak naast. Dat je het goed, goed formuleert. Nou, maar het is ook moeilijk. Met Nijhuis is het ook zo. Ik hoor dat dan ook wel bij zeg maar die technische directeur bij ons. Hij is overal, hè? Daar. Overal. Dus of naar Dortmund A1 is, Keulen, tweede van Keulen. En dat is wel ook een goede in de haarvaten van het markt. Je kan altijd zien die jonge spelers. Ja. Qualiata heeft hij opgehaald toen, weet ik nog. Heeft hij opgehaald uit Italië. En toen gingen Gillissen dan wel even als gebraden haan zeggen van... die hebben wij opgehaald. Ja, wij. Nee, die heeft Alfred opgehaald. Dus dat is altijd wel mooi dat zo'n TD dan in één keer denkt dat hij dat doet. Maar Alfred heeft maar dat is niet helemaal waar. Want ik bedoel, de TD is verantwoordelijk. En de scout die zit onder de TD. Dus ja, maar ze hebben hem bekeken. Moet wel de handtekening... Die moeten toch een beslissing nemen. Maar ontdekt ging het puur eigenlijk over dat hij ook wel meedeed van... Okay. Weet je wel, maar dat is niet zo. Alfred is
Ik denk met Hoogma dat Heracles ook gewoon weer goed... Dit is goed zoals daar. Die komen terug. Dat gaat weer lukken. Ja. Mooi. Dankjewel Jury voor je aanwezigheid. Succes met die laatste dagen in transferland met Schalke. Jij bedankt René. Tot volgende week. Wie hebben we volgende week? Een aansprekende gast, maar wie dat dan is, dat hoort u vanzelf op de social media van de week. En dan ziet u dat volgende week maandag weer. Iemand voetbaltijd dan. Tot dan. Tot ziens.